Het is Valentijnsdag, de dag van de liefde. We gingen met rozen naar zorgcentrum De Aldersteeg in Beuningen. Bewoners krijgen een roos en geven deze vervolgens aan iemand die hen dierbaar is. Ik wil graag een roos geven aan Astrid, omdat hij goed voor me zorgt. Oh, lieverd. Oh, heel erg lief, Riet. Dank je wel. Ik voel me zeer vereerd. Dank je. Valentijn, op deze dag wil ik je extra in het zonnetje zetten voor alles wat je voor mij hebt gedaan. De laatste anderhalf jaar. Daar wil ik je voor bedanken. Hartelijk dank, Wim. Goni. Bedankt. Kan ik bij je komen? Deze mevrouw is veel bij me om het te verzorgen. En ik heb er altijd veel schik bij. En die roos geef ik aan jou en je heeft zeker verdiend. Dankjewel, Rens. Alsjeblieft. Dankjewel, Rens. Tot slot gaan we naar Jo en Nelly de Klein. Ze hebben twee dochters. Met dochter Angela hebben ze contact via FaceTime. Maar dochter Anita kon er helaas vandaag niet bij zijn. Of toch wel? Aan wie zouden jullie graag de rozen willen geven en waarom? Aan Angela. Want die doet eigenlijk wel heel veel voor ons. En die andere dochter ook aan Anita natuurlijk. Maar die kan er niet bij zijn nou. Even werken. Ja, ze doen alle twee heel veel voor ons. En nou, Angela komt ook heel vaak naar huis toe. Ja, ik kan niet anders zeggen. Verrassing! Och, kijk toch hier. Zo. Oh. Voor jullie een roos. En ook voor jullie een roos. Dank je wel. Voor Valentijnsdag. Oh. Zo, dat had ik. Verrassing. Dat had ik helemaal niet gezegd, wa? Nee, dat was ook de bedoeling. Oh. Fijn, wa? Valentijnsdag is toch altijd van een verrassing, ja. Nou, dat kunnen we zeggen nog. Ja. Eentje daar en eentje hier. Nou, kijk eens aan. Alle twee bij jullie. Ja.